Je kijkt naar Business NL. Dit is het platform voor en door ondernemers. We praten over werkgeluk en we zijn over de vloer bij bedrijven en organisaties. En we starten bij AFAS in Leusden. Hi Britt. Hey. Hi. Wat een gezellig drukte al zo deze ochtend. Ja toch? Ja. Is er altijd druk. Ik ga met jou praten over werkgeluk. Zeker. Waar gaan we dat doen? Boven. Ja? Ja. Alright. Gaan we die kant op. Nou, kom binnen. Dankjewel. Wat een fraai kantoor. Ja, gezellig hè? Ja, dat is belangrijk. Ja, ga lekker zitten. Dankjewel. Jullie zijn een toonaangevend softwarebedrijf, daarnaast ook goed werkgever, daar staan jullie onbekend. Hoe hou je het nou leuk voor de mensen hier? Nou, we doen er eigenlijk alles aan om het leuk te maken voor de medewerkers. Dus onze visie is echt dat we de medewerker op één zetten. Veel liefde en oprechte aandacht voor die medewerkers. Maar wat we ook doen is dat we elke maand in ons inpandige theater alle medewerkers bij elkaar halen. Dan delen we de belangrijkste dingen die we die afgelopen maand met elkaar hebben beleefd. En dat doen we in ons theater. En dat theater, dat gebruiken we ook voor collega's die willen doorgroeien naar een andere functie. Want die doen daar auditie. Auditie doen? Ja, zou auditie. Ik auditie kunnen doen? Jawel, je zou wel auditie kunnen doen. Zo, Kevin. Dus jij wil werken bij AFAS en consultant worden. Ik geef je 10 minuten de tijd om mij daarvan te overtuigen. Veel succes. Ja, het lijkt mij dus hartstikke leuk om medewerkers te worden. Dat natuurlijk goed moet zijn in het overtuigen van mensen. Het bedrijf waar ik hier vind ik uiteindelijk toch gekomen. Eigenlijk mag je mij gewoon niet missen. Nou, Kevin, super bedankt. Het is duidelijk dat je echt onderdeel wil zijn van onze AFAS-familie. Maar we zien er toch vanaf. Nou ja, een beetje jammer dat ik het niet ben geworden. Ja, hè? Maar ik begrijp het wel. Gelukkig. De ontwikkeling van medewerkers, daar wil ik het even met je over hebben. Is natuurlijk heel erg belangrijk. Hoe dragen jullie daaraan bij? Nou ja, we hebben hier sowieso mensen die hier starten dus op die AFAS Academy. Wat bomvol staat van allerlei opleidingen en trainingen die je kan volgen. En mensen krijgen daarnaast ook nog elk jaar een budget wat ze vrij mogen besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Dus we doen aardig wat op dat vlak. Nou viel me op dat de gezondheid van medewerkers hoog in het vaandel staat. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, wij vinden de gezondheid van medewerkers heel erg belangrijk. We hebben bijvoorbeeld een chef-kok in dienst die ervoor zorgt dat we hier gezond kunnen eten. Maar daarnaast organiseren we bijvoorbeeld ook sessies in ons theater, waar jij net stond op dat podium, rondom mentale thema's. Om ervaringen te delen en collega's daarmee te helpen. Onze gouden tip is om die medewerker echt op één te zetten. Om daar ook niet op te bezuinigen en ook zeker niet voor alles een ROI op te stellen. Om te kijken wat je ervoor terugkijkt, maar gewoon te doen vanuit je hart. En te doen wat je echt gelooft dat goed is voor die medewerker.